Meer dan 100 mensen staan vandaag 6 uur lang op een paal in het Markermeer. Om zo geld op te halen voor jongeren met psychische problemen. Ook willen ze meer aandacht en openheid voor mentale klachten. 1 op de 5 jongeren kampt hiermee, maar er wordt zelden over gesproken. Als ik met iemand een beetje er open probeer over te zijn en ze begrijpen het niet of ze hebben er geen ervaring mee, dan wordt het al snel afgekapt. Of dan weten ze al snel niet hoe ze erover moeten praten en wat ze moeten zeggen. En dan wordt het toch snel ontweken, zo'n onderwerp. De Noord-Hollandse vriendinnen Iris en Isa worstelen zelf ook al jaren met zware psychische problemen. Ik heb onder andere last van een eetstoornis en autisme. Ik heb zelf last van depressies en ik heb zelf ook borderline. Dus dat is best wel heavy. Dat is gewoon heel somber voelen eigenlijk. En ondanks die depressie doe ik eigenlijk nog wel... Ik doe eigenlijk gewoon nog alles. Ik ga nog naar school, ik zie vrienden, ik sport. Dus dat is het gevaarlijke. Je ziet het niet echt aan me. Ja, ik voel me gewoon... Ik wil gewoon het liefst 100 jaar in mijn bed liggen. De twee meiden hadden ook een vriendin die mentaal in de knoop zat. En zij koos er zelf voor om uit het leven te stappen. Ja, ze was ook heel depressief en... Had ook last van eetstoornissen en ze was gewoon heel ziek. Staan jullie hier vandaag ook voor haar op die paal? Zeker. Zeker, ja. Ja, echt wel. Toch een beetje ten ere van haar. Ja. 6 uur lang op een paal staan is niet alleen een fysieke, maar ook een mentale uitdaging. Ik heb wel een beetje in mijn achterhoofd van stel je voor dat ik de afval. Wat zullen mensen dan niet van me denken? Zou ik dan raar zijn of mensen teleurgesteld in me zijn of wat dan ook? Maar ja, ik doe het toch. En hoe ver ik het ook haal, ik heb het toch maar mooi gedaan. Noord-Holland is trots op je. Dank u wel.